dames en heren. Hier zijn voor jullie de winnaars van het Leids Cabaretfestival. Sorry. Ter bescherming van de jeugd. En zo verder. Dames en heren, we gaan vanavond een kort stukje uit ons programma spelen. Een kleine 25-tal minuutjes. En om te beginnen zou ik jullie willen voorstellen, dit is mijn collega. En mijn beste vriend trouwens, Dries Heineman. Hij is 29 jaar oud en afkomstig uit België. Meer bepaald uit Gent. En daar heeft hij ook gestudeerd in Gent. Aan de universiteit. Psychologie. Hij is ook afgestudeerd. Met genoegen. 53,7%. Verdienstelijk. En na zijn studies heeft hij een tijdje gewerkt in de marketing consultancy business. Als psycholoog. Hij had een internationale succesvolle carrière kunnen maken. Maar in plaats daarvan heeft hij 1,5 jaar geleden zijn job zomaar opgezegd. En heeft dat gedaan om voluit te kunnen gaan voor zijn echte passie in het leven. Het cabaret. Hij heeft het financieel heel moeilijk nu. Maar hij is wel gelukkig met zijn keuze. Absoluut. Dames en heren, dit hier is de enige echte Tim Gauthier-Siabois. Alsjeblieft. Hij is 30 jaar oud en afkomstig van Gerardsbergen. Bekend van? Gerard. Ja, misschien van? Nee. Veldrijden, denk ik. Bijna, nee, niet Veldrijden, maar. Suinijs of zo? Nee, nee, de muur. Oh, dat, Ronde van Vlaanderen. Ja, de Ronde van Vlaanderen. En wat nog? Wat nog? Het is er vast heel stil. Wat? Het is er heel stil. Ja, okay. Gerardsbergen, bekend van? Van mij natuurlijk. Ah. Nee, hij heeft ook gestudeerd in Gent, aan de universiteit. Ook psychologie. Samen met hem. Ja, dat was heel leuk. Ja. Afgestudeerd met onderscheiding. Ja. Dank u. Ja, 83,7%. Ja. Dus verdienstelijk. Hij heeft toen een tijdje gewerkt in de human resources business als psycholoog. Maar 1,5 jaar geleden is hij er ook gestopt om voluit te gaan voor zijn passie, het cabaret. Financieel heeft hij het nog veel moeilijker dan mij. Maar volgens hem is het de beste keuze die hij ooit gemaakt heeft. En nu trekken wij twee samen door het prachtige. En genieten we van het bijzonder lekkere eten. We staan weer in de file. We staan weer in de file. Tussen Gent en Zoetermeer. Gent en Zoetermeer. Het is bijna 40 graden. Oh, het is warm. En de airco werkt niet meer. Hij is kapot, hij krijgt weer last van zijn migraine.
dus zijn pullen weer niet mee. En tot overmaat van ramp moet hij heel dringend. Oké. Dus we stoppen op een parking. Truckchauffeurs die steken. Eten kroketten uit de muur. Die sandwiches al zuur. En dus weer wachten bij de kassa. Wherever you go. En ik betaal weer veel te duur. Gestopt met roken en een kater. Die is nog niet volledig weg. Denk je dat het leuk blijft? Al die one-night stands. En een hoofd dat op hol drijft. Van de dingen lekker fans. Koffie drinken, nicotine als ontbijt. Je lever zwaar verminken en dan komt pas de spijt. En het beuren zijn, niet meer kunnen, maar toch doorgaan, je vermanen. Het is een lange weg naar de top. Het is een lange weg. Voilà, dames en heren, dat is wat wij doen. Daarmee hebben wij het Leids Cabaret Festival gewonnen. Ja. Blijkbaar vinden jullie Nederlanders dat grappig. En jullie hebben het al gemerkt waarschijnlijk, ik ben zo vooral meer het verbale type. Ik doe vooral het verbale gedeelte van de show. En Dries, die ondersteunt zo'n beetje met zijn mimiek. Maar dat werkt, hè? Dat is een band. Dat verbaal, dat is een, dat is iets heel bijzonders. Zo een band, hè? Zo een zo tak tak tak, zo. Dat, en dat werkt, hè? Ja. Dat is heel tof om samen te werken. Dat is fantastisch. Maar nee, maar het is een band. Nee, het is een band. Het is een band. Is maar, anderen, hoe noem je zoiets? Hoe noem je zoiets? Hoe noemde dat? Hoe noem je zoiets? Zo'n band, hè? Hoe noem je zoiets? Connectie. Wat? Connectie? Connectie? Ja. Het is meer, hè? Wat? Yin-yang. Yin-yang. Dat is goed. Het is goed. Eigenlijk zoeken we zo'n heel specifieke term. Chemie. Chemie komt van twee kanten. Nee, het begint met een I. Met een I. Met een I. Interactie? Een I. Kidi. Je weet het, Idi. Kom maar. Idi. Zeg maar. Zeg maar. Idi. 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 Idiosyncratische. Ja? Is dat niet zo moeilijk? Idiosyncratische zin. Idiosyncratische zin. Idiosyncratische synergie. Golf. Dus we hebben ervoor gekozen om cabaret te doen, maar de meeste medestudenten van ons die zijn ook afgestudeerd en die zijn nu vooral actief in de psychotherapie. En die behandelen mensen zoals jullie.